Zijn overal, maar ontdekken wat je echt leuk vindt, dat is natuurlijk eigenlijk het allerbelangrijkste. En dat je dan met plezier naar je werk gaat. Werkgevers hebben heel graag mensen, heel veel mensen nodig. En ik denk dat er de kansen zijn voor de scholieren, maar ook voor de mensen die ander werk zoeken, om daarmee aan de slag te gaan. Ik zie het als één groot kansenfestival. Ja, de eerste Stadfest was in januari in de Euroborg. Nou, dat heeft ook al onze verwachtingen overtroffen. Er waren 3500 bezoekers door alle leeftijden heen. Het was fantastisch. We hadden daar 80 standhouders. Nou, we gaan hier hebben nog 30 standhouders extra erbij. Dus tot nu toe een hele mooie aftrap van de Stadfest-edities. Bedrijfsterrein op Eemshaven hebben we een bedrijfsterrein ontstart. En ik dacht van nou, mooie marketinggelegenheid om een aantal schoenen weg te geven aan jongeren die aan het werk gaan. Ik denk dat als je nog niet helemaal weet wat je wil bijvoorbeeld, of je twijfelt nog een beetje, denk ik dat het heel erg leuk is om hier naartoe te gaan. En eigenlijk gewoon een beetje te kijken van ja, wat is het allemaal, dat je echt ook vragen kan stellen en echt een beetje kan zien en ook in de praktijk een beetje dingetjes doen. Nu de tweede editie en Euroborg heeft enorm veel bezoekers opgeleverd. En uiteindelijk hebben wij 100 aanmeldingen gekregen voor sollicitanten. En uiteindelijk hebben we de 25 geschikte kandidaten gevonden. Ik wil heel graag richting het welzijnswerk of richting het sociale domein bij de gemeente. En ik heb hier nou ook al heel goed kunnen netwerken, dus het heeft me zeker wat opgeleverd. Ook vandaag een hele mooie dag, veel bezoekers, veel standhouders en natuurlijk heel mooi weer. En de volgende editie, die is 14 mei op het IT-circuit in Assen. Meer informatie vind je op de website.